En was de film nog leuk? Die je ging kijken, nou kijken. Ja. Nou, zoals jullie zien, het is dus nu groen. Alleen wij mogen nog even wachten met rijden. Maar dat maakt niet uit. Ik ben dus nu in de Jumbo, zonder rook. Ja. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag donderdag 29 december 2022. En het loopt nu voor de klok van 11:15 aan in de ochtend. Ja, ik ben al lekker bezig met mijn begeleidster Karen voor haar opdracht van school. Ik laat het niet zien, want dat is privé. Dus ja... lekker bezig, zeg maar. Ik heb er ook al gebeld, want ik voel me niet helemaal lekker. Ik heb afgelopen nacht alleen maar overgegeven. Dus Roderick die doet even de hondjes. En dan moet ik vanmiddag wel even naar de dierenvoedselbank. En daarna duik ik gewoon weer lekker mijn bed in. Dus ik weet niet hoe lang deze vlog gaat duren. Maar ik denk, ik zeg het even alvast dat ik me niet lekker voel. Maar dat wordt waarschijnlijk een bedvlog of zo, geen idee. Maar we gaan er wel... proberen er wat leuks van te maken. Dat zeer zeker. Maar voor nu, tot straks. Nou, Karen is alweer ruim ongeveer een half uurtje weer weg. Haar script is af. Die ben ik dus nu aan het doorsturen naar haar, zoals jullie kunnen zien. Hier. En met de vlog ben ik ook al aan het renderen. Die dus exact vandaag dus online moet komen. En dan moet ik er ook zo meteen de deur uit. En Roos nou met de hondjes uitlaten. Ja, Karen heeft haar mail nu binnen. Man, jeetje. Ik heb het koud, ik krijg het niet warm. Dat is dus als je gewoon niet in orde bent. Nee. Ah, man. Nee, maar dit moest echt gewoon even, echt gewoon af. Dit moest gewoon af, klaar. Oh, ik heb het koud, jongens. Ik heb het zo koud. Ik heb het koud. Had ik dat al gezegd? Ja, dat had ik al gezegd. Nou, bij deze. Nog een keer. Ja. Oh, jeetje. Zo. Even Pokémon doen. Ook eventjes nodig. Af en toe. Het is nou 12:30. Nou. Ik ga zo meteen mijn schoentjes aandoen. Mijn horloge nog even omdoen. En dan ga ik zo meteen met de auto even naar de dierenvoedselbank. Ga ik daar even naartoe. Daarna als ik weer thuis kom, ga ik lekker op bed. Echt, pff, denk ik. Nou, nog 53 seconden is deze vlog ook. Kan ik deze ook naar YouTube brengen. Echt, man. Oh, wauw. Ben lekker bezig zo. Hè? Ja. Oh. YouTube Studio. Ja. Maar ja, ik ga jullie niet echt helemaal lastigvallen met hoe ik me voel. Maar ja, dat is wel de realiteit van nu, vandaag. Dus ja, dat is even niet anders. Maar ik ben wel weer op tijd met een vlog online te plaatsen. Want om 14:00 moet deze online. Ja, om 14:00. Het is nu bijna 12:30. Dus ik moet echt vandaag deze erin gaan knallen. Ja. Yeah. Degelijk wel. Nou, dat ga ik ook dus zo meteen lekker doen. En Rodi komt ook zo meteen binnen, volgens mij. Ja. Zijn we lekker buiten gaan? Hi meisjes. Hi skatties. Hi meisjes. IJsgut. Een beetje kunnen slapen. En was de film nog leuk? Die je ging kijken, nou kijken. Ja, een serie. Serie mag ook. Ja. Plannen voor vandaag. Jo. 12 uur is al geweest. 2 uur. Jo. Middagslicht. Hè? Huh? Middagslicht. Ja, vandaag. Inderdaad. Ja, het moet toch wat, hè? Niet? Dat dan niet. Hij kan hem pakken. Ook goed. Zo. Best. Opslaan. Helemaal goed. Oh, want hoe laat is eigenlijk... Want hoe laat ga jij eigenlijk altijd rijden als je naar de dierenvoedselbank gaat? Dus gaan we om half open. Om half? Okay. Half twee. Ja. Ze pakken meestal iets half één of zo. Half één. En dan doorrijden, dan meteen hopen de eerste te zijn. En dan weer gauw door naar mijn werk. Ja, oké. Maar ik ga gewoon naar de dierenvoedselbank en ik ga hier weer naartoe en ik duik weer in mijn nest in, want ik voel me echt lekker. Nu valt het. Helemaal goed. Toch wel? Daarom zeg ik, voel me echt gewoon niet lekker. Dus ik wel denk ik van me af te lezen, want dat zei Karen ook al van, je ziet er niet echt lekker uit, maar ik voel me ook niet lekker. Met je vaatdoekje. Ja. Het rijp is voor de was. Het rijp is voor de was. Ja, bijna wel, ja. Dus ja. Jij gaat straks lekker werken. Hopelijk. Kom eens hier. Ja, kom dan. Kom hoog. 1, 2, kom. Knuffelkont. Ja. En waar is nou wel lief met z'n tweeën? Ja. Zo, hé, kan jij lief doen? Kom eens hier. Kan jij lief doen naar je zus? Precies, wanneer kan jij weer lief doen? Ja, dat is niet met elkaar spelen, zeg maar. Dat is gewoon iedereen eigen ding. Ja, maar dat doen ze tegenwoordig veel meer. Hun eigen ding doen. Het is niet meer... Af en toe nog, maar... Nou, papa knuffel geven. Papa gaat naar zijn werk. Ja, papa gaat naar zijn werk. Ja, papa gaat naar zijn werk. Nou, papa nog een knuffel geven dan. Papa knuffel geven. Papa knuffel geven. Jij geleid, papa knuffel of niet? Nee? Oké. Doei. Dag schat, we hebben nog wel contact. Later, werk ze. Doei. Dag papa. Echt. Zoals jullie zien, het is dus nu groen. Alleen wij mogen nog even wachten met rijden. Maar dat maakt niet uit. Komt ook wel goed. Maar en dat op een doordeweekse dag is het hier stervensdruk met rijden. En anders dan doe ik ook gewoon weer zo meteen en mijn eigen dingetje wat ik dus net deed. Wat eigenlijk niet mag. Ja, dat weet ik. I know. Dus kan er niemand door. Dus dat scheelt weer. Dat weet ik wel, I know. Maar toen was het weer groen. Nee, maar nu is het alweer groen, hè? Hé. Het is nou alweer groen, hè? Ja, maar niemand gaat naast die andere auto staan. Nee, die kan er makkelijk langs. Die kan daar ook naar. Ja, en dan gewoon, nee, maar dan gewoon tussen, naast, kijk. Je hebt hier voor deze Volvo heb je dus namelijk een witte auto. Ja. Als deze Volvo in principe naast die witte auto gaat staan, dan heb je hier weer ruimte. Ja, maar dat doe je niet. Dat is te mooi. Nou, maar dat deed ik dus net wel. Mag weliswaar niet. Even over de stop voor de tussen. Nee, dat gaan we maar niet doen, niet? Hè? Niet? Nee. Nou is het weer rood. Voor de derde keer. Kijk. Dan ga jij rijden met rood licht. Jij door rood. Dat is helemaal handig. Daar zou het rode licht voor zijn. Dat je door mag rijden. Nou, doorrijden, kom. Anders doe ik het. Ja, zit een beetje duwen. Ah joh, dom ding. Beetje duwen daar, kom maar. Kijk wat ik dan net deed. Gewoon zo staan hier. Juist. Zo deed ik staan. Wat ook eigenlijk niet mag, maar... Ja, geef dat je naar rechts wil. Maar dat weten ze wel. Dat weten ze hier wel hoor, schat. Ja, dat is goed. Dat weten ze wel, alleen je moet gewoon ballen tonen hier. Tennisballen. Zo, dat is een mooie. Oeh. Plusje. Mooie auto! En dit durft ook niemand. En wat ik zo meteen ga doen hier. Tussen zeker. Ja. Dat mag helemaal niet. Nee, schat, maar je komt er wel. Ja, maar je mag niet. Nee, dat mag zoveel dingen niet, schat. Maar. Nou, kijk, daar rijden ze al stil, ja. Kijk, maar hij doet het ook. En dat is dus wat ik bedoel. Zo, 3 banen in één keer hebben we nu. Mag je lekker eromheen. En door. Ja, doe maar. Ga maar door hoor. Prima. Keer die allemaal. Maar dit is dus wat ik heel vaak doe zo. Er gewoon ertussen gaan pleuren. En de kruisen blokkeren zitten. Nee. Ja, kom maar. Kom maar met die bus. Doe maar. Rijden. Dit heet lef tonen in het verkeer. Dus je laat het Passat eigenlijk voor. Ja? Okay. Ik ben wel netjes, maar ik daarom wel door. Okay. Tuurlijk. Het is ook geven en nemen hè, in het verkeer. Oh, ik dacht niet meer nemen. Nee. Door, nemen. Ik ben de enige die voorrang heeft, dus ik neem het wel. Nee, zo werk ik niet. Nee, nee. Dacht ik. Ja, dat kan je denken. Ja. Maar merk jij niks? Nee, ik merk niks. Boven jou? Huh? Boven mij? Dat is een dak. Ja, maar normaal is deze altijd dicht. Oh, ja, dat weet ik niet. Ja, het is nooit op. Het open dicht is dicht aan jou. Het dak is gewoon dicht, hè. Stak nu open. Kijk, zie je al die uitlaatgassen binnen schoon. Nee, ik wou wat anders doen, maar ik wil even niet wat ik wil. Zo. Gewoon 1 knopje naar boven. Gaat hij even open en dan gaat hij dicht. Rijden, maar kom maar. Nou, rustig aan hoor. En ik haal ze toch zo meteen allemaal wel weer mooi in de oorschat. Ja. En een witte zeehond. Een witte. Daar gaan we iets aan. Dus. Zo. Oh, ik zit weer in die auto. Roderick is morgenjarig. Ja jongens, hij is morgenjarig. En Roderick wil een appeltaartje. Nou, dat kan voor hem geregeld worden. En ik heb het steenkoud. Ik heb het echt koud. Ik krijg het niet warm op mijn benen ook niet. Maar oké, ik heb hier wel een heel leuk pakketje. Zoals jullie zien, komt hij inderdaad bij de bol.com vandaan. Ja. En nou ga ik even een stukje naar achteren rijden. En mijn raam die ziet er ook niet uit. Zal ik dat eerst even doen? Oh, wat ziet dat ding eruit? Oh, hou je mond. Ik zit er nog niet eens tegenaan, joh. Dat zou eens wat te wezen als ik er wel tegenaan zou zitten, hè? Ik zit er nog niet eens tegenaan, man. Jij behoort thuis te zijn en niet hier. Oké, maar oké. Ja joh, je mond. He. Zo. Ga eens aan de kant, beest. Dus er lopen weer twee honden los in de wijk. Is niet handig, niet. Nee. Maar oké, ik ga even naar de Jumbo. En ik doe deze even uit. Yes. En dan berg ik jullie even op. En dan straks doe ik deze. En dat gaan jullie zo meteen zien waar die voor bedoeld is. Zo. Ik ben dus nu in de Jumbo zonder Ro. Ja. Want Ro is nog steeds lekker aan het werk. En Ro die had mij wat gevraagd of ik wat wou kijken. Dus dat ga ik ook even doen. Maar ik ga ook eventjes in de bak kijken. Vind ik ook leuk. Ja, we gaan dus even kijken wat ze doen. Nou, handig. Appelcake. 4 euro. 4 euro. Nou, dacht ik niet, hè. Het is wel allemaal met korting nu, maar nee. Appeltaartje. 2 euro, 2,50 volgens mij. Roomboter appeltaart. Ja. Voor 2,50. Ja. Ja, die neem ik sowieso mee. Ja. Ja. Voor de rest hoef ik het denk ik niet te doen. Nou, ik denk dat dit wel goed is. Ik zal even aan Ro even vragen of dit genoeg is voor hem. Ik heb hier ook broodjes voor €1. Kijk, kleine broodjes voor €1. Kijk. Misschien dat Ro ook nog wil voor €1. Ik neem het gewoon mee. Nee. Ik neem dit gewoon mee hoor. Ja hoor, ik wel. Ja. En dan hebben we hier nog witte. Ja, nou, die neem ik ook mee. Ja, dat ga ik zeker doen. Ik wel. Eindelijk, ik zit weer even naar het hoofd. Fijn, wat is het nog druk om deze tijd in de mall. Jeetje, Mina. Dan denk je, nou, ik ga even op een rustiger moment. Maar ik vind het nu tot nu toe nog redelijk druk. Maar oké, wie ben ik? Ik ben Karin, zeg maar. Nou ja, een hele goeie. Even de dingen eventjes in orde stellen. Ja. Daar ben ik dus nu even mee bezig. Even dingen in orde te stellen. En dan gaan we eventjes een pakketje openen. Ja, die heb ik eens op de achterbank, zoals jullie weten. Kijk. Hier heb ik een heel mooi pakketje. Die ga ik dus nu even aan de zijkant. Hier, kijk. Even openmaken. Hey, hij is open. Dan ga ik hem hier openmaken. Wacht even. Ik zal wat anders doen. Zo. Kijk. Kijk eens aan. Kijk. Ja. Hey. Maar wat is dit? Zullen jullie wel denken van ja, maar het is toch gewoon een doorzichtig dingetje. Ja, dat klopt. Ik ga het even voorlezen. NL is Nederlands beschrijving. Stoplichtkijker. Een stoplicht hebben we hier niet en we hebben een verkeerslicht. Makken. Voor een beter zicht op stoplichten. Bevestig op de voorruit instructies. Reinig de voorruit. Maak de gladde kant van de lens vochtig. Druk de lens op de voorruit. Nou, we moeten eigenlijk dus eventjes schoonmaken. Schoon. Nou, dat gaan we doen. Even goed schoonmaken. Met een doekje. Doe ik dus. Ja. Maar in welke zin vochtig maken? Dat is ook nog een vraag. Heel erg van mij. Ik weet het jongens. Ik weet het. Verklaar mij maar voor gek. Ik weet het. Ja. Nou nog weten op welke manier hij geplakt moet worden. Ja, er zit dus een plastic dingetje aan. Maak ik dus nat. Ik weet niet of het helpt, hè. Laat me dat even gelijk even duidelijk zijn. Misschien gaat het ook mij wel mateloos irriteren. Dat weet ik dus nog niet. Maar we gaan het meemaken of het nou goed is. Want ik laat het jullie zien. Hey, ik heb hem dus nu daar. Precies daar. Kijk, daar. Hier. Ja. Dan ben ik benieuwd of het ook dus gaat werken. Ja, ik ben heel benieuwd. Maar ik laat het jullie wel weten. Joep, jippe de peppie de poepie de jipperop. Yes, ik lig weer lekker op bed. En ja, dan weet jij het wel. Dat is dus de vlog afsluiten. En dat ga ik ook doen. Dus, vind jij dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, doe het hele riedeltje. Dat is abonneren, duimpje omhoog, belletje aan. En even een leuke reactie achterlaten. Dat zou ik onwijs leuk vinden. En dan zou ik zeggen weer... Dankjewel voor het kijken en graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.